In 2018 zijn ZPRS Media Groep en ikzelf de Vriendenclub en het magazine Rotterdam & Site gestart. We wilden een magazine maken voor en door de Rotterdamse havenondernemers. De groei zat erin, met het aantal adverteerders, het team, maar zeker ook de kwaliteit van het blad. We hebben besloten om het magazine iets uit te stellen en daarom gaan we nu met een cameraploeg van de filmmakelaar op pad en gaan we bij een aantal adverteerders en vrienden van Rotterdam & Site langs om te kijken hoe het nu met ze gaat. Op deze manier hopen we jullie toch wat insight information te geven die jullie van ons gewend zijn. We zijn vandaag bij Dama Harbor & Voyage, een vaste adverteerder en vriend van Rotterdam & Site. De kop van het laatste artikel was: wij zijn ANWB van de haven. En ik ben heel benieuwd hoe druk ze het nu nog hebben, zeker in deze coronatijd. Ik heb mijn mooiste schoenen aangetrokken en we gaan een gesprek aan met Kees de Jonge. Hoe is het, Kees? Lang geleden. Ja, perfect. Hoe is het met je gezondheid? Dat, ja, met mijn gezondheid gaat het redelijk. Dus, ja? Oké. Ja, ja. En hier op de zaak? Nou ja, je weet het, we hebben natuurlijk ook last van de coronacrisis natuurlijk. Ja, snap ik. Bedoel, maar, er zijn maar een aantal mensen bij ons werkzaam op het kantoor. En die werken thuis? De rest werkt thuis. Oké. Okay. Onze directeur is er en onze estimator dan, Peter Dekker. Omdat we hier ons kantoor hebben, maar wij doen eigenlijk niks op deze werf natuurlijk. Nee, het is allemaal buiten. Het is buiten, allemaal voor ons buiten de deur, daarom zijn we natuurlijk ook Harbor & Voyage. Ja. Dus, maar ja, we moesten een onderkomen hebben, dus dat hebben we hier ook gekregen. Als een schip niet naar de werf hoeft, als dat niet relevant is dat een schip naar de werf gaat, nee. Dan komen wij eigenlijk al in beeld. Oké. Dus. Ja, want wat doet Harbor & Voyage precies de tak? Want ik weet, jullie hadden als kop in Rotterdam & Site, wij zijn de ANWB van de haven. Nou ja, weet het, wij zijn dus wel onderdeel gewoon van Dama natuurlijk. Ja. Maar weet het, wij doen in principe alle reparaties die niet gerelateerd zijn aan schepen die op een werf liggen. Oké. En nu? Is er nog... Nou, we hebben natuurlijk wel wat last natuurlijk van de coronacrisis, ja. Maar ja, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, logisch. Maar dat is gewoon zo. Ja, wij merken het wel. Maar weet het, wij zijn natuurlijk met een kleine ploeg. Dus het is wel zo dat we met deze ploeg wat we hebben wel gewoon aan het werk kunnen blijven. Mm-hmm. Gelukkig nog wel. En die anderhalve meter? Ja, die anderhalve meter, dat proberen we wel. Maar we hebben wel natuurlijk gezichtsbescherming en mondbescherming en dat soort dingen. We hebben ons hele kantoor corona vrijgemaakt. Ja. Tussen alle bureaus zitten schermen tussen. Oh, spotschermen, ja. Dus we hebben het nu zo ook ingericht dat we normaal zitten met vier mensen aan een blok. Ja. Dat worden er nu twee, dus we zijn plekken aan het creëren om met twee mensen tegelijk aan een blok te zitten. Ja. Dus ja, dat brengt allemaal dingen met zich mee natuurlijk, die je eigenlijk niet had voorzien. Nee, dat snap ik. Nee. Dus, ja, dat, nou, succes de komende tijd. Dankjewel. Jullie ook. Dankjewel.